Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Werkgroep Ontwikkeling Brokopondo doet verslag aan president Chandrika Prasad Santokhi. Sociaal programma heeft breder karakter dan sociaal vangnet. President wisselt van gedachten met RVC Staatsolie. IMF-vertegenwoordiger maakt opwachting bij Staatshoofd. En regering trekt minimum uurloon op naar 38 SAD en 50 cent. De presidentiële werkgroep Ontwikkeling Brokopondo streeft naar een duurzame oplossing voor de noden waarmee het district en zijn bewoners te kampen hebben. De commissie heeft op donderdag 9 februari haar maandelijkse verslag aan president Chandrika Prasad Santokhi uitgebracht. Het gaat onder meer om herstel van de door wateroverlast getroffen gebieden en compensatie aan de huishoudens. President Chandrika Prasad Santokhi complimenteerde de werkgroep voor haar inzet. U hoort voorzitter Sandino Radling. Nou, primair, of zeg maar de zaken die prioriteit hebben momenteel, hebben we dus besproken en dus de president van op de hoogte gesteld. Er zijn namelijk meer zaken die spelen, maar dus de zaken die dus nu nodig zijn, die hebben we dus besproken vandaag en even een rapportage eigenlijk overhandigd aan de president. En in een grote lijn hebben we dus besproken de huishoudens. Er zijn namelijk in Brokopondo twee categorieën van slachtoffers geweest. We hebben het afgebakend tot twee. De landbouwers en de huishoudens, maar in principe heb je dus dan ook nog de ondernemers die zich hebben aangemeld, maar dus daar is dus een aparte procedure voor. In het huidige werk verbrand doen we dat met de huishoudens en de landbouwers. En vandaag hebben we de president een beetje inzicht gegeven in wat er is gebeurd de afgelopen maanden. We hebben namelijk de huishoudens voor 25% kunnen uitbetalen, het bedrag dat ze dus behoeven. En we zijn met de landbouwers intussen zo ver dat we dus een algemene lijst hebben. Er waren dus meerdere lijsten aangeleverd. En we hebben dus nu gezorgd dat we dus één gezamenlijke lijst hebben voor de landbouwers die dus naar het ministerie van LVV gaat. Onder andere om te gaan kijken hoe we dus dan gaan starten met de vergoeding van die groep. Het sociaal programma waarmee de regering recentelijk van start is gegaan, heeft een breder karakter dan het sociaal vangnet. Dit zegt minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De bewindsman is op donderdag 7 februari in de Nationale Assemblée ingegaan op vragen van het parlement over het doel en wijze van uitvoering van het programma. Het sociaal programma kent een integrale aanpak. De registratie start op 17 februari. De vraag is gesteld. Wat is het sociaal vangnet en wat is het verschil tussen een sociaal vangnet en ons sociaal programma? Laat me alvast uitleggen ten aanzien van het sociaal vangnet. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is er conform haar taakstelling, maar ook de verschillende documenten, beleidsdocumenten, herstelplan is net genoemd, regeerakkoord was er ook bij, MOP, verschillende documenten waarbij ook de verschillende overeenkomsten welke met IMF ook getekend zijn en gemaakt zijn, dat allemaal zijn meegenomen. En als we er naar kijken, dan zijn er vier categorieën binnen het bestaan van SOSAVO die continu genoemd worden. En deze vier categorieën vormen het sociaal vangnet. De vier categorieën zijn 1. AOV, Algemeen Ouderdagsvoorziening. 2. AKB, Algemeen Kinderbijslag. 3. Financieel bijstaan mensen met een beperking. En 4 financieel bijstand zwakke huishoudens. Dit zijn de 4 uitkeringen. En binnen dat van het sociaal vangnet hebben we ervoor gezorgd dat we binnen 11 maanden die 3 verhogingen hebben mogen implementeren. En deze 4 categorieën zullen hun uitkeringen blijven ontvangen. Of het nou is alvast via Monicarta, of het nou is momenteel nog steeds cash. Ze zullen het blijven ontvangen.
Apart daarvan hebben we ook verder gekeken dat zij dan worden meegenomen in dat geheel van sociaal programma. Waarbij sociaal programma een besluit is. Een besluit welke genomen is aan de hand van de situatie, door de beïnvloeden internationaal als nationaal, de inflatie, etc. Waarbij we praten over het afbouwen van object- naar subject-subsidie en dat er opvang gecreëerd zou moeten worden. Vooral waarbij de middenklasse straks ook van hun zijde hulp zal vragen aan de regering, dat we ervoor hebben gezorgd dat dat ontwikkeld wordt, gecreëerd wordt en gegeven wordt. Dus als we praten over deze twee, is het sociaal programma veel breder, integraal aanpak vanuit verschillende ministeries, verschillende departementen en deskundigen die eraan hebben gewerkt en verschillende berekeningen, waarbij, als we dan kijken naar het bedrag welke is vastgesteld, en gaan we naar de volgende slide, als we dan kijken naar het bedrag welke is vastgesteld, dat we ervoor zorgen dat deze 7 beleidsgebieden dan allemaal geraakt worden. Middels het sociaal programma probeert de regering het leed van alle kwetsbare groepen, maar ook dat van de gemiddelde burger, te verzachten. Als we kijken naar de uitgangspunten ten aanzien van de registratie, hebben we geprobeerd om ervoor te zorgen dat men het makkelijk herkent. We hebben de basis gebruikt van onze BASO-BZV-formulieren, wel bekend binnen de samenleving, om ervoor te zorgen dat we kleine aanpassingen doen, om ervoor te zorgen dat men dat één herkent, maar ook simplifieren. Wat is simplifieren? Vergemakkelijken. Simpelweg afvinken, uw familieboek erbij, uw andere stukken wat nodig is erbij. Om ervoor te zorgen dat u heel makkelijk, laagdrempelig, dan geholpen zou kunnen worden door de regering. Er is een berekening gemaakt, niet door SOSAFO alleen, maar zo ook hebben we met verschillende organisaties gezeten, waarbij een vastlegging is gedaan dat als wij hulp zouden willen bieden aan de gezinnen, dat ongeveer 40.000 tot 60.000 huishoudens een koopkrachtversterking nodig zullen hebben per maand. De start van de registratie zal geschieden. En let wel, samenleving, want hier hebben vele mensen op gehamerd. De start van de registratie zal gebeuren vanaf 17 februari 2023, waarbij intussen de formulieren welke ontwikkeld zijn, al goedgekeurd is, alvast worden uitgeprint. Vanaf 13 februari de trainingen beginnen voor degenen die binnen de districten op districtsniveau het werk zullen verrichten. Waarbij verschillende organisaties, parastatale maar zo ook, collega BISA, collega ROS, collega NH, dan allemaal zijn meegenomen. En ik ga je uitleggen waarom. Om het makkelijk te maken, de bereikbaarheid naar de mensen toe makkelijk te maken. De Raad van Commissarissen van Staatsolie heeft op donderdag 9 februari een overlegmoment gehad met president Chandrika Persat Santokhi. Hierbij is er onder meer van gedachten gewisseld over de energietarieven. De RVC heeft een viertal presentaties verzorgd betreffende de oliefondsen voor de Surinaamse kust en daarnaast is ingegaan op de verdere ontwikkelingen om te komen tot de olie- en gasindustrie. Staatsoliedirecteur Anand Jagisser stond de communicatiedienst Suriname als volgt te woord. Directeur, goeiedag. Er zijn een aantal presentaties verzorgd aan de president door Staatsolie. Kunt u ons vertellen wat de presentaties om en bij inhielden? Ja, we hebben over 4 onderwerpen gesproken. Over de elektriciteitstarieven, omdat wij een grote speler zijn bij de opwekking. We hebben gesproken over gas offshore, over olie offshore en over onze Brokopondo waterkrachtwerk. En wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van oil en gas en hoe is de samenwerking met het bedrijf Petronas? Ja, dus in de offshore zijn we in blok 58 druk bezig om te komen tot de eerste ontwikkeling. Samen met Total Energy en Apache. Vandaag heeft Apache een bericht uitgegeven dat ze een goede test hebben gehad in de offshore. Dus dat helpt op weg naar de eerste ontwikkeling. U noemde Petronas, die zijn in een ander blok. Die zijn geïnteresseerd om te kijken naar een gasontwikkeling
En daar zijn we nu mee aan het praten ook. En we hebben de president geïnformeerd daarover. En wat is het beleid nu? Het beleid ten aanzien van staatsolie bedoelt u in het algemeen? Nou, dus de offshore is nu het belangrijkste waarmee we bezig zijn. We hebben onze huidige operaties. Op Saramaca produceren we olie. Daar halen we letterlijk olie uit de grond. We moeten zorgen dat dat elke dag goed gaat. Op onze raffinaderij produceren we gasolina en diesel. Was erg belangrijk. Zeker toen Sol besloot om geen gasolina en diesel meer te leveren, hebben wij dat moeten opvangen. En natuurlijk onze waterkrachtwerken en thermische centrale leveren elektriciteit. En dat moet ook gebeuren. Daarnaast zijn we ook bezig met sustainable energy. Want de hele wereld vraagt nu aan oliebedrijven ook wat zij doen om de uitstoot te verminderen. En daar moeten wij ook aandacht aan besteden. Er is ook gesproken over de huidige status van het beheer van de stuwdam. Hoe ziet dat er nu uit? Ja, dus de status is nu dat het nog steeds behoorlijk regent. Vandaar dat we minimaal spillen. Maar op een zodanig niveau dat de dorpen er totaal geen last van hebben. Er is gesproken over de herinrichting van de dorpen. Hoe zou dat aangepakt worden? Nou, de mensen die dichtbij de oevers van de rivier hebben gebouwd, die hebben het meeste last van het water. En we moeten samen met ze gaan kijken of daar een bepaalde oplossing voor gevonden kan worden. Kortom, kan er gezegd worden dat de toekomst van Suriname er wel rooskleurig uitziet naar aanleiding van de olievondsten? Ja, het ziet er zeer, zeer rooskleurig uit. Alleen ik begrijp dat we het natuurlijk nu moeilijk hebben in Suriname en dat mensen ongeduldig zijn. Maar bij olie en gas, het gaat om projecten van tussen de 6 en 10 miljard US dollar. Dat vergt wel wat tijd voordat men tot een beslissing overgaat. Dus we proberen natuurlijk heel hard eraan te trekken, zodat het heel snel komt en dat iedereen gelukkig kan zijn in Suriname. Charles Amoyarty, de resident representative voor het Internationaal Monetair Fonds, IMF in Suriname, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Santokki. De functionaris is op donderdag 7 februari, vergezeld door minister Stanley Ragubar Singh van Financiën en Planning, op het kabinet van de president ontvangen. Tijdens een kort onderhoud met het staatshoofd is over verschillende onderwerpen van gedachten gewisseld. De functionarissen hebben zich onder meer gebogen over het traject van het IMF-programma in Suriname, de samenwerking tussen de internationale financiële instelling en de Surinaamse overheid, als ook uitdagingen die spelen. Verder is ook de komst van de aanstaande IMF-missie naar Suriname aan de orde gekomen. Technische bijstand, capaciteitsversterking, afbouw van subsidies, het sociaal programma en de staff-level meeting zijn ook besproken. President Santokki legt de nadruk op het verder versterken van de samenwerking met het IMF middels goede communicatie en overleg, daarbij rekening houdend met de maatregelen die getroffen worden om de samenleving te beschermen tegen de effecten als gevolg van het afbouwen van subsidies. Het algemeen minimumuurloon wordt opgetrokken naar 38 SRD en 50 centen. Dit besluit is op woensdag 8 februari genomen door de regeringsraad. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is ingenomen met dit resultaat na 3 weken van overleg. Het besluit gaat per 1 februari in. De bewindsman zegt dat een werknemer ingaande deze maand minimaal 6000 SRD zal moeten verdienen. Wel, laat me zo zeggen dat de regeringsraad vanavond heeft besloten om het minimumuurloon te stellen op 38,50 per uur. In en aan de conform het advies van de Nationale Loonraad. De loonraad had 2 adviezen gegeven. 1 was een gevalideerd advies. Dat betekent dat het was besproken met de stakeholders, de sociale partners, vakbeweging en bedrijfsleven. Maar ook andere partners en die hebben het toen goedgekeurd.
Het andere was 35 per uur, maar dat was niet gevalideerd. Dus de regeringsraad is gegaan voor het gevalideerd advies van de Nationale Loonraad. Het minimumuurloon gaat in per 1 februari. Dus vanaf die datum geldt dat het minimumuurloon in Suriname, voor geheel Suriname, ongeacht welke sector, 38,50 is. Wel, het minimumuurloon betekent in principe dat een werknemer die het minimumuurloon krijgt per maand ongeveer rond de 6000 SAD naar huis kan meenemen. Want ze komen ook dan in aanmerking toch voor die belastingvrije inkomen, omdat ze onder de belastingvrije grens zitten. Het directoraat arbeidsinspectie gaat op pad gaan om na te gaan als werkgevers inderdaad zich houden. En het algemeen minimumuurloon gebeurt dat niet. Dan heeft arbeidsinspectie een aantal maatregelen die getroffen kunnen worden, waaronder loonsvordering. Wel, als werkgevers niet het algemeen minimumuurloon betalen, dan kunnen werknemers de client contact center van arbeidsinspectie contacten. En dan gaat arbeidsinspectie die case onderzoeken. Marktconform is eigenlijk een lastig begrip wanneer je praat over lonen. Want het ene bedrijf kan je niet vergelijken met het andere bedrijf. Staatsolie kan je niet vergelijken met een microbedrijf. Dus werkgevers bepalen in principe wat voor hun de salarissen zijn die ze kunnen betalen, die ze zich kunnen permitteren en dergelijke. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Een fijn weekend toegewenst.